Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben inmiddels 37, bijna 38 weken alweer zwanger. Ik heb inmiddels dus 2 weken verlof, want ik ben 4 weken van tevoren met verlof gegaan. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Dan pas merk je hoe erg je eraan toe bent. Niet dat ik eerder niet door had dat ik een beetje aan verlof toe was, maar ja, het ging eigenlijk nog wel en ik vond het werk gewoon leuk. Dus ik denk, ja, weet je, maakt het uit. Maar ik merk nu wel, vooral die eerste week merkte ik heel erg moe was. En nu is het een beetje met vlagen. Ik heb ook een filmpje opgenomen wat ik zo al doe in mijn verlof. Zeg maar hoe mijn verlof er een beetje uitziet. Dat komt denk ik binnenkort online als jullie dit zien. Het kan ook zijn dat het vorige week online is gekomen. Volgens mij komt eerst nog mijn ziekenhuistas. Wat zit in mijn hospital bag? Wat zit er in mijn vluchtkoffertje? Dat verhaal. Want die moet natuurlijk nu ook klaarstaan. Al gaan we er nog steeds niet vanuit dat ze eerder komt. Ik was natuurlijk weer bij de verloskundige. Ik ga al bijna weer. Maar je gaat natuurlijk nu elke... je gaat natuurlijk nu elke week. En ook deze verloskundige zei weer, ik gok dat ze later komt, want nog steeds heel veel vruchtvlees. Nog steeds heel veel vruchtvlees, dus net een sinaasappel. Nee, heel veel vruchtwater. Dus nou ja, daar ga ik dan maar van uit. En mensen zeggen dan, vind je dat dan niet lastig, dat je weet dat je dat ze later komt dan, nou, die uitgerekende datum. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo erg. En ik moet zeggen, bij Niels vond ik dat vervelender. Maar dat was ook omdat bij Niels voelde ik me 100 keer beter overigens dan dat ik me nu voel. Maar vooral had ik zoiets, ik wil gewoon niet, Niels dus, kon op Sinterklaas nog geboren worden. En dat wilde ik echt niet. Dus dat was meer dat ik dacht, ik wil zo ver mogelijk van Sinterklaas vandaan. En elke dag, zeg maar, langer in mijn buik is dichter bij Sinterklaas, zeg maar. Omdat ik het gewoon niet leuk vind als een kind niet zijn eigen verjaardag heeft. En natuurlijk, als het zo is, is het zo. Ik weet dat ik ken mensen bijvoorbeeld die op kerstjaar zijn. Ook mensen die op Sinterklaasjaar zijn. En dan of ze vieren op een andere dag of ze vieren Sinterklaas op een andere dag. Weet je, valt ook allemaal mouw aan te passen. Maar ik hoopte het gewoon niet. En nu heb ik eigenlijk, ja, het maakt mij niet uit. Ik heb, natuurlijk zijn er mensen jarig in juli. Maar het is niet zo dat ik daar verder, ja, het is niet Sinterklaas of kerst of zo. Het is, nee, dus nu maakt het me eigenlijk oprecht niet uit. En daarbij ben ik natuurlijk super nieuwsgierig naar haar, maar weet ik ook gewoon, dit is nog even de stilte voor de storm. Het is nu nog even rustig. Ik kan nog even gewoon, weet je, slapen, een beetje een momentje voor mezelf pakken. Want dit is gewoon, hè, wat ik al eerder zei, een verlof met al een kind is gewoon echt heel ander verlof. Ik heb eigenlijk maar 2 dagen in de week echt verlof. Dat zijn de dagen dat hij niet in huis is. En dat is heel lullig, maar dat is wel zo. Want als hij er is, dan wil ik bij hem zijn, hij wil bij mij zijn. Ja, dat weet je, dat is gewoon... Nou goed, dus eigenlijk vind ik het niet erg als ze later komt. Ja, en dat ik wat minder kan nu. Nou ja, goed, dat is dan maar zo. Maar het is niet dat ik me verveel, helemaal niet. Want ik verveel me sowieso nooit. Maar ik... Ik puzzel. Ik heb nu net geknutseld. ik ben bezig voor om een mobieltje te maken. Niet een telefoon, maar een mobiel die je boven de box kan hangen. en een slinger voor boven de commode. Dus weet je, dat soort dingen. Ik vermaak me wel. En dan zit ik wel. En dan ik rust ook. Ik heb gisteren nog even een middagdutje gedaan. Dus weet je, ik vind het niet erg als ze wat later komt. En ja, weet je, ik hoop niet dat ze dan echt mega groot is, want dan moet je dan ook weer uitzien te krijgen. Maar goed, dat, voor nu lijkt dat allemaal heel gemiddeld te zijn. Verder voel ik er nog steeds flink bewegen, maar dat komt ook door die hoeveelheid vruchtwater die ik nog heb. Dus ze heeft gewoon nog ruimte. Ze is inmiddels wel een soort van half ingedaald. Niet ingedaald, ik moet nog steeds bellen als ze vliezen breken. Maar ze zeiden, de hoofdje zit al wel in je bekken, maar nog niet klemvast. Nou ja, goed. En er was ook nog een verloskundige in opleiding bij en die had ook gevoeld en die vond dat ook. Dus nou, prima. Ja, misschien daalt ze wel gewoon niet in. Ik denk dat eigenlijk een beetje gewoon puur omdat Niels, ja, daar riepen ze steeds, oh, is ingedaald, oh, toch weer niet ingedaald, oh, wel ingedaald. En ja, die is, ik denk dat die gewoon nooit echt klem vast heeft gezeten. Ik denk dat het bij haar hetzelfde verhaal is. Misschien heb ik daar een ruime bekkenbodem of zo, of kleine hoofden, ik weet het niet.
Maar we gaan het zien. De volgende keer gaan ze het gewoon weer checken natuurlijk. Maar goed, mochten nu mijn vliezen breken, dan moet ik dus bellen. Want ze zegt van ja, bijvoorbeeld door een volle blaas kan ze er alweer uitschieten. En nou ja, dan kan ze dus bijvoorbeeld, als ze dan je vliezen breken, dan zakt ze naar beneden. En dan kan er bijvoorbeeld een handje of een navelstreng of iets tussen zitten. Dat wil je natuurlijk niet. Dus nou, prima, dan bellen we als ze vliezen breken. Maar goed, dat is maar 10% van de gevallen. Ik ga er ook niet vanuit. Was bij Niels ook niet zo, bij mijn moeder ook niet. Mijn moeder ging trouwens bij ook zowel mij als bij mijn broertje 2 weken over tijd. Dus weet je, en als het wel zo is, het wel zo. Weet je, je hebt er toch geen invloed op. Dus ik kan hoog en laag springen dat ik wil dat ze indaalt of eerder komt. Maar dat hoeft voor mij allemaal echt niet. Ik vind het, ik wacht gewoon rustig af. Ik heb ook gewoon dat verlof nog wel eventjes nodig. Dus ik vind het wel goed. Verder was de bloeddruk en zo was gewoon allemaal nog helemaal oké. Mijn energie is de ene dag beduidend beter dan de andere dag. Maar goed, de ene nacht slaap ik ook beter dan de andere nacht. Ik moet natuurlijk vrij vaak eruit om te plassen. Dat dan weer wel. Maar ik heb dus ook nog wel last van maagzuur. En dat komt gewoon omdat ze dus nog niet helemaal is ingedaald. Dus ze drukt nog steeds ook best wel op mijn maag. Zeker sommige dagen. Ze zit gewoon echt de hele tijd daar een beetje zo tegenaan te trappelen. Hartstikke leuk, maar ja, dat is minder voor het maagzuur. Ja, weet je, waggelen en zo. Dan gaat ze ook weer schoppen. Waggelen en zo, dat is er helemaal bij. Ondanks dat het weer nu wat minder warm is, komen er weer een paar warme dagen aan. Waar ik normaal altijd enorm naar uitkijk, maar nu echt niet. Ik weet niet of ik vorige keer had gezegd dat ik mijn trouwring niet meer pas. Tenminste, dat ik me af heb gedaan omdat echt mijn vinger helemaal afgekneld werd. Dus ik heb nu een soort tijdelijk trouwringetje van een paar stuivers. Gewoon om het gevoel te hebben dat ik wel een trouwring om heb. Maar het is niet mijn trouwring. Nou ja, echt een fractie van mijn bedrag. Ook mijn voeten zijn erg opgezet. Ik zie het ook aan mijn gezicht. En mijn gezicht wisselt nog wel een beetje van dag tot dag. Maar mijn handen zwellen gewoon gedurende de dag op. Ik had vannacht ook echt mega dikke handen. Ik echt dacht, oh, kom, stroom eruit allemaal. Weet je, dat ik mijn handen hoger ging leggen. Om te hopen dat het een beetje zou zakken of zo. Ik zeg tegen Sven, ik heb het gevoel dat ik constant een soort voorverwarmde sokken aan heb. Terwijl ik loop de hele dag op blote voeten. En anders op slippers. Maar ja, het blijft gewoon warm. Dus ja, dat blijft gewoon een beetje. Nou, die warme dagen, nou, daar komen we ook alweer doorheen. Ik voel me eigenlijk wel oké. Ik merk gewoon, ja, lichamelijk is het gewoon zwaar. Maar ik kan nog prima fietsen. Lopen is wel heel vermoeiend. Ik ben echt, als ik hem naar het kinderdagverblijf breng, ben ik kapot daarna. Terwijl het is echt een kippeintje. Maar ja, weet je, dat hoort allemaal een beetje bij. En ik heb gewoon natuurlijk het grote nadeel van deze zwangerschap versus die van Niels. Ik kon met Niels gewoon de hele zwangerschap door sporten tot, nou, zeg maar de laatste weken. En bij haar eigenlijk vanaf week 16 heb ik al pijn aan die overspannen bilspier. Waardoor ik, nou, van alles niet meer mocht. Waardoor sporten wel heel beperkt werd, want heel veel smaken had ik niet meer. En dat merk je dus nu ook in de conditie en in je kracht en in alles. Want dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet wat het geweest is. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit. Omdat ik hou helemaal niet van sporten. Maar om gewoon weer een beetje die conditie en de kracht terug te krijgen zou wel lekker zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat met bevalling, zeg maar, qua conditie en dat soort dingen. Ja, dat is denk ik eigenlijk wel een korte update. Maar dat heb je wel eens. Ik zal even mijn buik natuurlijk nog laten zien. Ik heb niet het gevoel dat die is gestopt met groeien. Dit was ooit een shirt wat zeg maar over mijn buik heen zat. Maar het is ook niet meer het geval. Het is gewoon een zwangerschapsshirt. Dus ik heb er nu maar een wit hemd onder. En dan natuurlijk een legging aan. Want dat mag als je zwanger bent als broek worden gezien, vind ik. Dit is de buik. Ik vind wel dat die al iets meer naar beneden wijst. Ik weet niet of je dat een beetje kan zien. Ik heb niet het gevoel dat hij nou echt dagelijks nog mega veel groeit. Maar wordt er ook niet kleiner op natuurlijk. Ja, die navel vindt het ook steeds lastiger worden het concept. Maar ik heb dus wel het gevoel dat hij ja, steeds lager, nou, zeg maar meer naar beneden gericht is. Ik weet niet precies wat dat betekent. En dat was het alweer. Dat was weer de update van deze week. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd hoe jij je nu voelt. En superleuk dat er zoveel meiden kijken die nu ook zwanger zijn. Sommigen zijn nog lang niet zo ver. Anderen zijn al heel net op weg. Misschien inmiddels al bevallen. Laat dat ook vooral weten. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Alhoewel je dan waarschijnlijk misschien niet de hele tijd YouTube-filmpjes zit te kijken. Alhoewel ik dat wel deed, want ik was aan het borstvoeden. En dan probeerde je 's nachts een soort van wakker te blijven. En dan, of kolven. Ook YouTube, ja, in het begin kijk je niet. Dus denk je inderdaad meer, na een tijdje als je gaat kolven, dat je dan YouTube-filmpjes 's nachts zit te kijken. Ik denk dat dat het is. Ik weet het ook niet meer. Ik kan me niet herinneren dat ik met Niels als pasgeboren baby zat. Ik alleen maar naar Niels te kijken. Maar goed, ik weet het ook niet meer. Het zakt weg. Mocht je benieuwd zijn naar wat ik in mijn vluchttas heb, in mijn ziekenhuiskoffer, hoe je dat ding ook noemt, daar komt dus ook een video van online, of die staat al online. En wat ik in mijn vlog doe, dat komt dus ook, of dat staat al online. Ik werk natuurlijk een beetje vooruit, maar niet heel veel. Het kan dus ook zijn dat als ik ineens beval en ik nog niet ver genoeg vooruit ben gewerkt, dat je dus ineens even niks ziet van mij. Maar ik kom terug, uiteraard. En dan zal ik daar ook alles over vertellen. Ik hoop dat je het weer leuk vond te zien. In ieder geval super bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!